Normaal gesproken wordt nog heel erg gefocust op het eenmalig waarderen van een onderneming bij een aanstaande transactie. Wij geloven heel erg dat het van belang is om daar eerder mee te beginnen. Laat eigenlijk nooit je eerste waardering de waardering zijn die er om gaat. Want het is voor een ondernemer heel leerzaam om eens te kijken wat maakt nou uiteindelijk een bedrijfswaardering. Dus als je dat nou een vast onderdeel maakt van je bedrijfsvoering, dan ga je eigenlijk geleidelijk toe naar het krachtenveld van bedrijfswaardering. Dus je voelt veel beter wat je onderneming waard is en hoe je invloed kan uitoefenen om die waarde te vergroten. Leo Valor is een specialist in bedrijfswaarderingen en we hebben ons met name gespecialiseerd in het periodiek waarderen van ondernemingen. Nou, de periodiek laat zien dat je heel erg bewust wordt van welke waardestuwers zijn er binnen je onderneming en hoe kun je daar invloed op gaan uitoefenen, zodat je uiteindelijk beleidsacties kan ondernemen waardoor je waarde gaat vergroten. Voice is een zakelijke telecomprovider. Wij zorgen ervoor dat bedrijven gebeld en gebeld kunnen worden. Dat doen we voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf. Mark had een mooie tool ontwikkeld om te kijken wat de waarde is van een organisatie. En we hebben niet de intentie om het bedrijf te verkopen. Wat wel heel prettig was om een keer die tool te testen om te kijken hoe het systeem werkt. Dat was voor hem heel prettig. En gaandeweg leerden wij eigenlijk heel veel meer over onze organisatie, ook in financiële zin. Het belang van periodiek waarderen zit hem in het lange termijn effect wat je ermee hebt. Je neemt een actie, onderneemt een actie. En je ziet na verloop van tijd het effect van deze actie vertaald in ondernemingswaarde. En dat is eigenlijk heel duurzaam ondernemen. En dat is iets wat natuurlijk op zich op dit moment heel populair is. Maar daarom ook heel belangrijk om op deze manier je onderneming te waarderen. Mijn tip zou zijn dat je op tijd start met het bepalen van je waarde. Zodat op het moment dat er zich een mooie ondernemerskans voor kunt doen, je daar ook veel sneller in kunt acteren.